Ja, in het begin wist ik nog niet wat een duiker was, maar het is gewoon een kunstwerk die twee watergangen met elkaar verbindt. Ik ben Celine en ik werk als een projectmanagement officer, ook wel PMO. Ik ben Ricky en ik ben adviseur omgeving en trainee op de afdeling project en uitvoering. Joris Zonneveld, trainee bij het waterschap Talent Traineeship en nu als adviseur op het innovatieprogramma. De uitdagingen die wij als waterschap in de komende jaren tegemoet gaan treden, daar moeten we gewoon ons werk slimmer, handiger en efficiënter voor kunnen doen. En daar help ik dan de collega's bij. Het is bij het waterschap heel prettig werken door de collega's die eigenlijk heel open staan en bijna, nou ja, als je ergens mee zit, bijna erop springen om je te helpen, om je te ondersteunen en je aan te moedigen om je werk eigenlijk nog beter te kunnen doen. Ik krijg dus de kans om projecten hier te draaien. Ik word er hier in het diepe gegooid, natuurlijk wel met ondersteuning. En daarnaast vinden gewoon reguliere overleggen plaats met mijn teamleiders, waarin mijn wensen en behoeftes aangekaart worden en waarin zij daarmee verder gaan. Met de combinatie werken en opleiding kan je jezelf ontwikkelen en je kennis verder verbreden. Maar ook jezelf leren kennen hoe je reageert in je werkveld en het beste uit jezelf halen.